Het lijkt ondertussen wel een soap te worden. De Liebergenweg. Buurtbewoners versus BH-gigant Hunkemuller. Reden voor deze strijd? Vrachtwagens die door de Liebergenweg banjeren. Sinds kort hangen er ook spandoeken en parkeren buurtbewoners de auto voor het laadpunt van Hunkemuller. Uit protest. Dus de buurtbewoners. Daar zijn we weer. Ja, je moet geduld hebben en ook vast aan houdend zijn. Het is belangrijk voor ons. Het is toch ook. De emotie heeft zich ook opgestapeld in de loop der tijd. Hoe uit dat zich, die emotie? Ja. Bijvoorbeeld dat. Als er een vrachtwagen. Hè, we staan hier nou bij de laadok van binnenkomende goederen, maar ook wel uitgaande. Verderop is nog een punt waar dus vrachtauto's uitrijden. Die rijden al om 5:30 staan ze daar te draaien. En nou ja, dan staat er bijvoorbeeld ook een vrachtwagen, die staat een kwartier te ronken om warm te worden. Dat ervaren mensen als minachtend. Want ze worden er wakker van en ze liggen een kwartier naar dat geronk te luisteren. Nou, wordt er ook gemeld dat er hier expres auto's worden geparkeerd, tenminste bij het laadhoek, om de chauffeurs met het manoeuvreren te hinderen. Klopt dat? De auto's van de bewoners hier aan de straatkant, ja, die zijn eigenlijk altijd helemaal op de stoep geparkeerd. Om maar zoveel mogelijk ruimte te geven voor Hunkemuller. En daar is ook op aangedrongen, zet hem maar een beetje op de stoep, zet hem maar een beetje op de stoep. Of er wordt door de straatcoach aangebeld, kunt u uw auto wegzetten. En nu zeggen we van ja, het is genoeg geweest. En we gaan die auto niet meer wegzetten en we gaan hem ook niet meer op de stoep zetten. We zetten hem gewoon normaal op de straat tegen de stoep. Zoals het eigenlijk hoort. En we hebben ook de spandoeken opgehangen, ook als teken. Want we kunnen een hoop op papieren protest doen, maar we willen het ook zichtbaar maken hoe het ons dwars zit. Wanneer zijn jullie tevreden, als ik dat zo mag zeggen? We zijn tevreden als er, of ons streven is dat Hunkemuller stopt met als distributiecentrum op deze plek. Ze hebben vergunning tot 2019. Wij zijn tevreden. Als we een toezegging krijgen dat inderdaad het geval is. U wilt het dus echt weg hebben? Nou, als dat een oplossing is. Of dat er bijvoorbeeld maximaal 2 tegelijk bij het laaddok kunnen. Dat is ook een voorstel van ons, wat we aan hen voorgelegd hebben. Die straatcoach, heeft dat een beetje effect? De verkeerscoach of straatcoach wekt ook de indruk dat hij de vrachtwagens ondersteunt bij het in- en uitparkeren. Maar dat is niet het geval. Dat hoort niet bij zijn takenpakket. Dus dat doet die gevaarlijke situaties blijven gewoon bestaan. En daar mag hij zich verder niet mee bemoeien. Hij mag ze alleen binnenloodsen in de straat. Oké. En het wekt wat de indruk van hem. Hij helpt bij het in- en uitparkeren. Dat zorgt voor een hoop veiligheid, maar dat is zeker niet het geval. Larikoek. Nou ja, schijnveiligheid. Kortom, het blijft nog even onrustig op de Liebergenweg. Het is afwachten tot de volgende stap van de gemeente. Of van Hunkemuller zelf.